طريقة السلف في حفظ القرآن. De handelswijze of methode van de vrome voorgangers aangaande het memoriseren van de Koran. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم لديهم حفظ يومي للقرآن. De vrome voorgangers die hadden een routine in het memoriseren van de Koran dagelijks. لا ينقطع ابدا. En zij onthielden zich hier niet van op geen enkele moment. وفي كل يوم يقرأوا تفسير هذه الآيات. En elke dag bestudeerden ze ook de interpretatie van deze verzen. ويستعينوا بالله العمل. En zochten hun hulp bij Allah Azza wa Jal om er vervolgens naar te handelen. لابد أن نكون على طريقة السلف. Wij dienen dus ook dit pad in te slaan zoals zij dat hebben gedaan. أولا نصحح القراءة. Ten eerste dienen wij onze spraak in het reciteren van de Koran te corrigeren. نحفظ. Memoriseren. ثم ننظر في تفسير هذه الآيات من تفسير مختصر لا نطالع المطولات. Vervolgens kijken we naar de korte samengevatte interpretaties of uitleggen van de Koran en niet naar de uitgebreide werken. ثم نستعين بالله على العمل على تطبيق هذا الذي حفظنا وتعلمنا. Daarna vragen wij Allah Azza wa Jalla vervolgens om het ons gemakkelijk te maken, om hier naar te handelen. أهم سورة عندنا هي سورة الفاتحة. Het belangrijkste hoofdstuk voor ons is de Koran. In de Koran is het hoofdstuk van al-Fatiha. Sommige fouten die gemaakt worden tijdens het reciteren van Surat al-Fatiha kunnen een gebed ongeldig maken. We beginnen dus met Surat al-Fatiha. Vervolgens pakken wij, richten wij ons op andere verzen of hoofdstukken van Surat al-Zilzila tot Surat al-Nas. Allah subhanahu wa ta'ala ميسر لمن أراد حفظ القرآن وتدبر القرآن والعمل به أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم. الله عز وجل heeft het vergemakkelijkt om de Koran te memoriseren en te begrijpen en naar te handelen. We vragen Allah عز وجل om het voor ons gemakkelijk te maken.